Where shall I go from your spirit? Or where shall I flee from your presence? If I ascend into heaven, you are there. There, party. Stand still. Afsluiting, oftewel closure, zoals de Britten het noemen. En zo voelt het ook voor de families die hun familieleden begraven, die 73 jaar geleden stierven in de oorlog. Het is een afsluiting van het verhaal van 7 mannen die in april 1943 op weg gingen om een bombardement uit te voeren op de Duitse stad Essen, maar van die reis nooit terugkwamen. Nadat ze hun bommen hadden afgegooid, werd het vliegtuig neergehaald door de Duitsers. Na een plof op een 100 meter hoogte. En de romp kwam terecht hier in het kanaal. Je kunt nog altijd de ham zien, de inham. Kopje daar en een staatsgedeelte aan de overkant van de dijk. Amateurhistoricus Wolter Noordman doet al tientallen jaren onderzoek naar de crash. En heeft ook al jarenlang contact met familieleden van de vliegers. 3 van de bemanningsleden liggen begraven in Amersfoort. Voor de overige 4 was geen persoonlijk graf. Bent u trots? Nee. Ik ben een simpele voorbijganger. Die alles opschrijft en noteert en die denkt, ik krijg wel veel waarde aan waarheidsvinding. 2 jaar geleden kwam de waarheid letterlijk naar boven toen bij opgravingen in Wapenveld menselijke resten werden gevonden. Die resten worden tijdens de ceremonie begraven. En daarmee krijgen alle 4 de mannen een steen met hun naam erop. Graham Wilmot begraaft vandaag zijn oom. Hoewel hij hem niet persoonlijk heeft gekend, wilde hij er vandaag toch bij zijn. It's a time to remember my uncle. And it's a time where we can find out more information about what happened and other parts of our family that we can hand down to our children and our grandchildren. En er is ook familie die tot voor een jaar geleden niet eens afwist van het bestaan van hun omgekomen familielid. So the RAF was the first who contacted you and, yes. And asked about you. And yeah. When you find out, what did you thought? Well, after the shock and the surprise, a great deal of pride in him. Het is een indrukwekkend gezicht. Iets dat ze op de begraafplaats in Wapenveld maar 1 keer meemaken. So let us commend the crew of Halifax DT-795, especially Sergeant Philip Henry Eldridge, Sergeant William David Hawkins, Sergeant John Keredig Jones, Sergeant Gerard Stanley Walters. We now commit their mortal remains to this, their permanent resting place. Earth to earth, ashes to ashes. Voor Wolter en andere betrokkenen komt er met de begrafenis een einde aan de zoektocht. Maar het contact met de familie van de vliegers blijft. Nee, je kunt die mensen niet zeggen na 32 jaar AU. Mijn verhaal gaat wel door. Ze zijn voor mij familie geworden. En voor die familie is het een afsluiting. What an honor to receive this and the Union Jack. It's very difficult for me to put into words what I feel at the moment. Obviously very, very emotional, but very proud. Very thankful for everybody that's organized all of this. And incredible to see so many people from the village here as well. It's stunning. It's something that will never leave me.